Snap je, Tosti? Gast! Ik voel je vibe mee. Ik ben Flex met je ex. Yo jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En zoals jullie aan mijn stem horen is het vroeg. Maar ik ben nu onderweg naar de sportschool, want ik heb vandaag weer een hele leuke dag. Maar we moeten ook natuurlijk een beetje fit blijven. Maar we gaan dus eerst eventjes lekker pompen bij Hidde samen met Niek. Daarna ga ik nog broodjes halen zoals altijd. Vanmiddag ga ik ook nog muziek maken in de studio. Dus het wordt een hele leuke dag. En ja, ik hoop ook dat mijn stem weer even snel normaal wordt. Want meestal duurt het ongeveer echt iets van 1 uurtje, 1,5 uur voordat mijn stem gewoon weer normaal is. Maar ik snap het echt niet. Het klinkt echt raar. Moet je trouwens eens eventjes kijken. Ik irriteer me eindelijk niet meer aan mijn auto. Omdat alles is geunwrapped bij JD Costumes. Dus sowieso, dankjewel Jordi voor het unwrappen van mijn auto. Want het was zo lelijk. De voorkant is er nu ook af. En kijk eens wie er is. Hey! Jopie! Mr. Spenkalobba. Nee, ik bedoel ja. Nou ja. Ik weet niet wat. Heb ik een bijnaam? Nee, ik heb geen bijnaam. Ik ben gewoon Jopie. Je bent gewoon Jopie. Hij is dik nu, hè? Hij is echt dik, wauw. Maar je gaat hem toch binnenkort weer laten rappen? Ja. Dus je hebt hem gewoon puur even... En een hele vette kleur. En ik heb hem gisteren uitgekozen. Het wordt echt super dik. Wat, rood? Nee. Nee, het wordt niet meer rood. Ik wilde namelijk eerst mat rood doen, maar het wordt nu echt een veel dikkere kleur. Wow. Spannend. Vind jij dat mooi? Ja, nou... Ik had iets anders verwacht, laat ik het zo zeggen. Oké. Maar ik kan natuurlijk nu niks zeggen, want ik mag de kleur niet verraden. Nee, nee, maar laten we maar gewoon lekker gaan sporten. Ik was een slappe tosti vandaag. Slappe tosti? Gast! Oh, kut, je camera is helemaal nat. Oh, hij is kapot. We gaan een... Gamon! Kijk eens even wie er is. Mijn grote vriend, de zon, is vandaag weer aan het schijnen. En ik heb dan zoveel meer zin in de dag altijd als het lekker weer is. Dus ja, we gaan er wat van maken vandaag. Jij zegt tegen mij, zet hem hier maar even neer. Dat is letterlijk wat jij zegt. Vind ik echt raar, dat kan je echt niet maken, Niek. Dat kan je echt niet maken. Nee. Nee, nee. Je kan toch niet even met een privéverhuizing dichtgaan? Dit is toch gewoon je zaak? Ik ga een baksteen pakken. En nu? Ja, ik ga eruit in gooien. Ik ga gewoon kip halen, binnen. Maakt me niet uit of ze dicht zijn, ik ga kip halen. Nou, dan gaan we maar richting de Waardepolder. Kom dan, 1 tegen 1. Hé, stap uit dan. Ah, zo. Hé, kom racen dan. Ja, kom dan. Kom dan. Kom eens hier, jongen. Hey, kappen nou. In je auto zitten. In je auto zitten. Kijk hoe ranzig die is. Zitten. Hier is mijn auto. En normaal doen. Oh, dit is niet oké. Motorolie. Oliepeil onder minimum bijvullen. Oké, dat betekent dat we langs de gym moeten. Ja, kom toch door die bus? Daar begint het bij, hè? Ja, nou, en dan kom jij als je te staan. En vervolgens sta ik ook midden op de lijn. Nou, ik zou de politie maar bellen, want dit kan echt niet. We zijn met de broodjes naar Haarlem gegaan. Want kijk eens eventjes. We gaan weer naar Lunchroom Perla. Eigenlijk zien jouw volgers elke keer dezelfde vlog. Want elke keer halen we broodjes, sporten we, halen we broodjes en gaan we het hier opeten. Ja, dat klopt eigenlijk wel. Hallo, hey. Broodjesservice Niek en Vincent. Leuk, kom binnen. Yes, alsjeblieft. Met dit lekkere weertje heb ik zoveel zin om op vakantie te gaan ook. Maar goed, we moeten natuurlijk maar eventjes wachten. Want we mogen nog niet weg helaas. Maar als het weer kan, ben ik de eerste die weg is. Oh, lekker in de zon zitten. Maar dit is ook wel echt topper. Ik heb de laatste tijd echt dat ik zo erg kan genieten van lekker weer. Dat ik echt, als het lekker weer is, dan sta ik op en dan denk van ja. Ik heb gewoon veel meer zin in de dag. Lekker koffietje drinken buiten. Het is top. Doe jij nou? Oh, wacht. Wegrij, maar dat gaat niet. Zo, eventjes de olie bijvullen en dan kunnen we weer tegenaan. Ik zit weer in de auto en Jim die heeft eventjes lekker mijn olie bijgevuld, zodat mijn auto weer lekker vooruit kan. Want zonder olie in je auto, ja, gaat je auto redelijk snel naar de kloten. En dat willen we natuurlijk niet hebben. Maar ik ga straks naar Maarn en dat is in de buurt van Amersfoort. En daar zijn Luca en Sven. Even kijken, kennen jullie die? Nee, die zijn volgens mij nog nooit echt in de vlog gekomen. Maar dat zijn twee producers van de Herman Brood Academie. En die gaan eventjes, ja, we gaan gewoon even muziek maken met z'n allen. Ze hebben daar een vakantiehuisje. Dus het wordt hartstikke leuk. Niek gaat waarschijnlijk ook mee, maar ik ga eerst eventjes nog langs huis om even mijn microfoon en al het gedoe te halen. Dus let's go. Kijk eens hoe gezellig hier. En dit is dus het huisje waar ze zitten. En het is hier echt heel gezellig. Weet je dat ik altijd een beetje heb in de buurt van Amersfoort en zo. Dan voelt het een beetje als, echt als buitenland door al deze naaldbomen. Maar kijk dan, boys. Hey, kijk dan. Gewoon een dikke studio hier gebouwd, boys. Super dik. Lekker bezig. Wij gaan even wat nummertjes afmaken en misschien wat nieuwe dingen maken. Niek die komt hier straks ook trouwens heen. Serieus? Ja, Niek komt ook even, die komt ook even pokkeltjes maken. Dus dan gaan we gaan even knallen, boys. We gaan even knallen. Trouwens, even deze afzuigerkap. Geef gewoon lichtjes. Ik vind het zo lijp, maar ook zo onnodig tegelijk. Waarom zou je zo'n ding kopen? Dat is echt bizar, hè? Waarschijnlijk betaal je dan ook echt 3000 euro voor. Maar misschien is het wel waard eigenlijk. Kijk, dit is zeg maar wel weer een soort van subtiele flex. Dat als je een huis hebt, het is gewoon een eyecatcher inderdaad. De keuken is een disco. Het is toch niet normaal? Ja, maar ik denk dat ze wisten dat wij hier muziek zouden gaan maken. Dat ze dan expres even die erin hebben gedaan. Ja, precies. Ze hebben het al voorbereid. Ik heb hier dus een nummer en die heb ik al best wel lang. Alleen er moeten nog best wel veel stukken worden geschreven. Maar dit hebben we tot nu toe. Ik voel je vibe, babe. Zie je dat je me aankijkt. Spook je door me. Ja, oké. Verder gaan we lekker niet laten horen. Maar goed, kijk. Hier komt op een gegeven moment nog een stukje. En op die stukjes moeten we gewoon nog allemaal tekst bedenken. En ja, we gaan gewoon lekker een beetje schrijven. En een beetje kijken wat perfect zou passen op de tekst. En dan gaan we even een dikke tune maken. Ik zit weer eventjes in de auto, want Niek is aan het begin van het park. Dus ik ga hem eventjes ophalen. Het was echt 2 minuten lopen, maar ja, goed hè. De auto is wel iets sneller. Niek die is dus verkeerd gereden. Hij staat nu daar met zijn auto te wachten tot hij... ja, hij moest hier eigenlijk helemaal niet op dit parkeerterrein staan. Dus nu heeft hij erin gereden. Nu moet hij gaan betalen. Jopie, waar ben je nou? Ja, ik sta toch hier. Waar ben jij dan? Ja, die andere apparaat deed het ook niet. Hè? Nee, wacht. Ik ben er doorheen. Ben je er doorheen? Nee, ik ben nu... Oh, kijk Niek. Klaar, kijk. Hier. Jopie. Ik zit daarheen te kijken. Daar hebben we... Wat is dit nou voor gezeik, man? Hey, rijd hem niet weg! Je moet achter mij aanrijden, sukkel. Gaat die tegen het verkeer in. Niek! Je gaat tegen het verkeer in. Waarom ga je niet parkeren dan? Omdat jij met mij een stukje mee mag rijden. Maar ik was gewoon te lui om te gaan lopen. Oh. Stap maar in! Ik heb ruzie gekregen met Gio, hè. Ja, dat dacht ik al. Dus vandaar dat ik, zeg maar ja, het liep best wel zwaar op allemaal. Dus toen hebben we toch besloten dat ik niet bij hem meer ga wonen. Ja. En nou ja, tijdelijk eventjes. Ja. Het moet even tijdelijk dit. Beter. Ik zou niet bij Gio willen wonen, klootzak is het. Oké, ja, nou, we zijn nu al wel een stukje verder gekomen. We hebben al wat meer teksten en ja, ik vind het wel, toch, dit is wel, als we het zo doen, dan is het misschien wel vetter als we dan de andere teksten naar rechts verplaatsen. En als we dan, zeg maar, de beat weer veranderen naar een soort van ander toontje. Ik ben hier, sinds ik hier ben, is er nog letterlijk niks gebeurd. Nou, laat eens even horen wat je net bedacht had, want kijk. Oké, kijk. Ik had net ook al gezegd, dit stukje moet nog... Dat je weet wat ik bedoel. Ik wil namelijk dat jij gevoel in een WhatsApp. Dat heb je al, toch? Dat is zo'n stukje. Op dat stukje moet dus nog tekst. En ik had net iets bedacht. En ik had dus dit bedacht. Ik heb je nooit eerder gezien, oh. Meisje, ben je nieuw in de scene, yeah, yeah. Ik zie je nacht in een lach, de dag van een dan. Zo en zo wil ik dan doorgaan. Maar op, kijk, heel vaak heb ik dan melodieën in mijn hoofd, maar dan moet er nog tekst bij komen. En dat is gewoon een moeilijke, dat is wel lastig. Ja, nou, ik denk niet dat het heel lastig, dat je het lastig moet maken. Als je het simpel houdt in je hoofd, wordt het wel leuk. Hi. Soms denk je te moeilijk. Soms denk je gewoon te moeilijk. Maar kijk, gelukkig heb ik deze professionele guy bij me. Ja, nou, ik ben heel professioneel. Vooral als ik mijn haar zo doe. Ja, nu ben je echt een schrijver, echt een artiest. Artiest. Een creative, Ik voel rode wijn. Ik voel een pittige druif. En een stukje camembert. Tref daar maar op. Ondertussen begint het alweer een beetje minder warm te worden. Te schemeren. Te schemeren. Om dat mooi te zeggen. Luca en Joris die zijn nu eventjes handdoeken halen, want we willen misschien straks... wel gaan zwemmen, want er zit hier een duinmeertje. Dat is misschien wel lekker. En ze gaan eventjes langs de Albert Heijn en dan gaan ze even wat eten maken. Luca zei dat hij heel goed burritos kon maken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Corona. Ja, nu krijg jij het ook. Nu krijg jij het ook. Want ik heb het nu. Dat wist je niet. Dat heb ik je niet verteld. Maar ik heb het. En nu krijg jij het ook. Met jou in quarantaine. Met jou in quarantaine. Oh. Pak, hey. Kijk maar uit wat ik pak. Ik pak je in je rari, hey. Ik heb een bitch die lijkt op Rory, hey. Ik ben flex met je ex. Ik nut elke dag op mijn bed, ey. Dit is Vincent in de vlog, yeah. Studio stijl, ey. De film een log. Zo. Ik zet even voor een grap een beat op, maar zo. Ik zie hier potentie. Ik zie potentie. Laat even onze track horen dan, die we net hebben gemaakt. Oh, ja. Wat een planeet. Mijn stem is daar best wel uniek. We hadden dus een nummer gemaakt en die is dus blijkbaar helemaal gecrashed. Niks klopt meer, maar moet je horen, let op. Ga je mee? Ja. Ik vind juist die offbeat wel iets hebben, maar dan hoor ik het misschien verkeerd. Maar... Oh, het klinkt echt... Het klinkt echt heel slecht. Ik weet niet wat er met dat project is gebeurd, maar het is gewoon helemaal gecrashed. BPM klopt niet meer, de tempo, niks. Alles helemaal slecht. BPM is beats per minute. Dat weten mensen niet, dat weten de kijkers niet. BPM is de tempo van het nummer. Ja. Eindstand, we gaan niet meer zwemmen, want het begint wel heel koud te worden, maar... We gaan koken, man. We gaan burritos maken. Zo, moet je eens kijken, hé. Dus zo is gek aan het koken. Dit is wel echt meesterlijke precisie, dit, hè? Ja, toch? Ja, een beetje masterchef, dit. 2 lepeltjes, niet meer, niet minder, hè? Nee, want anders dan is het... Moet je nagaan, joh. Hij kan gewoon muziek maken en ook nog eens koken. Ja, dit is wel echt een ideale combinatie. Ja. Dus kijk, het is... hij is nog single. Ja, maar ik wilde net zeggen... Heb jij een vriendin? Ja, man. Oh, jammer, jongens. Nou, jammer, jongens. Luca is bezet, dus... ja, helaas, hij is bezet. Ja, kijk, die gele vlek op die shirt, bro. Ja, die hoort het toch. Het is echt niet goed. Hey. Hij kwam er zo laat achter, je ging te laat filmen. Maar het is best, ouwe. Ja, man, shit, ouwe. Ik heb ook nog eens jouw shirt aan, hè. Dus dan was hij ook nog eens helemaal... Ja, daarom. We zeiden tegen Luca, yo, je hebt een vlek op je shirt. Hij helemaal in de stress. We bedoelden natuurlijk deze vlekken. Ja. Die glas is niet... Hey, die glas. Ja, je moet oppassen, want het is echt heel warm. Je hebt echt fantastisch gekookt, jongen. Ik ben echt... dat gaan we nu nog ondervinden, hè? Ik ben wel een beetje onder de indruk. Ik ook. Hij kan beats maken. En koken. Het is alweer donker buiten. En we zijn er nog steeds. Zo, wat heb jij een goede trui aan eigenlijk? Niet normaal hoor. Maar goed, het is nu 20:15 en om 10 uur gaat de avondklok in. Ja, dat is nu veranderd. Dus we moeten wel een beetje opschieten, want volgens mij is het 1 uur en 1/4 rijden. Dus let's go! Boys, het was gezellig. Zo, ik ben weer lekker thuis en ik ga eventjes editen en dan ga ik lekker slapen. Want morgen heb ik een hele leuke dag, alleen moet ik al om 7:30 weg. En in de volgende video zien jullie wat ik heb gedaan. Het wordt echt super lijp. Dus vonden jullie het nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie later.